Om actie te voeren tegen de voorgenomen bezuinigingen van 120 miljoen euro op het openbaar vervoer houdt het GVB op dinsdag 7 juni een zogeheten 24-uur staking. Vanaf 3 uur 's nachts rijden er de hele dag geen trams, bussen en metro's. De veren over het IJ varen wel gewoon de normale dienstregeling. Op 8 juni neemt Den Haag het stokje van de hoofdstad over, waarna op 9 juni Rotterdam volgt.